Oh, daar gaat de bel weer. Tijd voor de eindexamens. Was dat altijd. Ja. Blokken, blokken en nog eens blokken. Veel scholieren komen tijd tekort om de stof allemaal goed te leren. Maar wat nu als je helemaal geen tijd hebt om te leren eigenlijk? Geesje van Os uit Uden ligt namelijk 6 keer per week in het zwembad om te trainen. Ze zit in het waterpolo-team van Jong Oranje op hoog niveau en dan moet je veel trainen. Verslaggever Carlijn Houteman, goedemorgen. Dat betekent dat er nog hard gestudeerd wordt nu aan het ontbijt? Ja, ik ben bij haar aan de ontbijttafel en dat ging ik toch even checken. Want je zegt het al, 6 keer per week ligt zij in het water. Maar Geesje heeft mij net iets verteld waar ik toch wel een beetje geschrokken van ben. Jij hebt helemaal niet geleerd voor de examens. Ik heb wel mijn best gedaan, maar het kwam er gewoon niet van. Nee, want ja, dat is natuurlijk ook lastig als je echt zo'n topsportcarrière combineert met school. Hoe heb je dat gedaan de afgelopen tijd? Ik heb gewoon uitleg gevraagd aan mijn docent en daar heb ik het meeste haal ik daar wel uit. Goed je huiswerk maken tussendoor? Ja, ik doe mijn best. Want kun je een beetje uitleggen hoe jouw week er nou uitziet, ook de afgelopen weken? Oké, afgelopen maandag heb ik gewoon getraind en dan geleerd een beetje, met natuurkunde vooral. Dinsdag heb ik ook geleerd en dan 's avonds een uurtje getraind. Woensdag heb ik mijn examen gehad en toen heb ik gewoon weer geleerd daarna. Maar ik was tot 9:30 aan het trainen, dus na de training kwam het er niet meer van. Gisteren heb ik natuurkunde weer geleerd en niet meer getraind, gewerkt. Want dat moet er ook natuurlijk. En vandaag natuurkunde. En dadelijk nog even wat doornemen, dan moet het goed komen. Ja, natuurkunde vond je heel erg pittig, zei je net. Ik hoor toch dat je wel een beetje hebt geleerd, gelukkig maar. Want anders hield ik mijn hart vast. Maar nu vertelde je mij net ook al dat je niet elke dag naar school bent gegaan het afgelopen jaar. Ja, dat klopt. Ik heb het afgelopen jaar tot december heb ik bij Jong Oranje gespeeld. 2 keer in de week getraind op maandag en donderdag. En dan was ik gewoon niet op school. En dat kon zomaar? Ja, mijn school deed er niet zo moeilijk over. Als ik vragen had, dan kon ik naar ze toe komen. En als ik achterstand had, dan kon ik naar de directeur en die zou me heel graag helpen. Ja, alles voor jouw carrière dus. Kan ik me dan ook voorstellen dat jij vanaf volgend jaar gewoon niet meer naar school gaat, geen studie meer doet en gewoon alleen maar nog maar in het water ligt? Nee, want je moet ook natuurlijk gestudeerd worden, want zonder opleiding kom je nergens. Nee, je gaat naar de HAVO, hè? Ja. Nou, eerst slagen en volgens mij sta je er hartstikke goed voor. Je gemiddelde punt is een? 7,34, denk ik. Ja, en dat met 2 dagen minder in de week naar school. Dus 6 keer in de week in het zwembad liggen en dan toch waarschijnlijk slagen. Ik ga je vandaag volgen, Geesje. En we duimen allemaal vandaag een beetje met jou mee. Geesje is dus gewoon hartstikke slim, Maarten. Ja. Dat hij dat allemaal gewoon zo, hup, en uit haar sportief en alles zwempak tegelijk schudt. Nou, nee, heel knap dat je dat kan. Ik dacht vind nog ik even echt, dat ze alle boeken geplastificeerd had en gewoon tijdens de training nog even water, wat doornam. Maar onder dat water is niet lezen. Zo, nee. Geesje uit Uden gaat gewoon vandaag een eindexamen scheikunde. Nee, natuurkunde was het, hè? Sorry, natuurkunde maken. En dat gaat goed komen. Gaat goed komen.